Muziek, woord en beeld, dat waren de thema's van de 24e Open Monumentendag. In heel Vlaanderen was erfgoed te bewonderen dat te maken heeft met cultuur. In Lichtervelde in West-Vlaanderen was de laatste nog overgebleven familiecinema uit de jaren 20 te zien. En Thijs Mauro pikte een filmpje mee. Vlij u neer in het rode plusje van Cinema de Keizer, bijna 100 jaar oud, de dorpscinema van Lichtervelde. In de projectiekamer zoomen toestellen uit de jaren 50, zonder zich te storen aan de digitale revolutie. Het is uniek hier omdat het over twee toestellen beschikt. Men moet nog, zoals de filmoperateur van vroeger werken, als de ene bobijn bijna ten einde is, moet men zien op het juiste beeldje over te schakelen om het vervolg van de film te hebben. De bioscoop is na het overlijden van de eigenares beschermd. Het cinemagevoel van vroeger zal dus blijven bestaan. Ja, we zaten altijd met een bendeke jonge gasten, meer aan de voorkant. De achterste rijen vroeger, dat was meer voor de koppeltjes. Hier. Ja, dat is kindersentiment. Maar eigenlijk is het ook zo dat wij af en toe naar deze cinema kwamen. Dus het is gewoon leuk dat die open blijft. Hè. Van de bioscoop gaan we naar de plaats waar een eeuw geleden de accordeonfabriek van Felix en Eugène Callewaard stond. Een paar van hun instrumenten komen opnieuw thuis. Wat onderhoud is wel nodig, maar hun geest zijn ze niet kwijt. Waarom is die Callewaard zo gehaard? Omdat de klank van zijn bassen, van die lepelbassen hier, omdat de klank van die lepelbassen stengs onder is, of van gelijk wat voor een andere trek zat hij kopt in het buitenland of gelijk wat. De accordeonmuziek brengt ons naadloos naar deze recent gerestaureerde Art Deco danszaal in Aalst, gebouwd in 1923-24. Ze straalde luxe en moderniteit uit en er was betalend dansen. Als je dan per koppel op de dansvloer kwam, moest je geld geven aan de balcommissaris of danscommissaris. Die kwam dan gewoon rond bij het koppel om de één of twee dansen om het dansgeld op te halen. Betalen moet nog altijd, maar niet meer om te dansen. De zaal is nu de refter van een school.